Nou, ik ben dus Bert van Koten, 40 jaar, assistent groepshoofd glasschade van een grote verzekeringsmaatschappij in de Randstad. Ik ben gelukkig getrouwd en goed gezond, maar ik ben dus geil. Dag en nacht en overal. En niet zo'n beetje geil, maar geil als boter dus. Altijd. Het is dus absoluut niet zo dat ik de vrouw lastigval of overmeester. Of dat ik handtastelijk met de vrouw zou worden. Maar een vrouw die mij op straat of in een bepaalde ruimte visueel aantrekt. Die moet ik dus even bekijken. Terwijl ik mij dan voor de geest haal hoe het met haar zou zijn om te doen. Wanneer je constant, laten we dus maar zeggen, geil bent, dus dat je er eigenlijk wel pap van lust, dan ga je gauw stukken omrijden om bepaalde vrouwen nog eens te zien op straat. Je let ook speciaal op tramhaltes en vluchtheuvels, want er staat altijd één lekkere wijf. Kortom, je aandacht verslapt natuurlijk wel. Ik heb nou in het gewone stadsverkeer toch bij elkaar zeker al een klap of 10 gemaakt. Dat je dan net even te lang achterom kijkt naar een mooie meid. En via onze maatschappij kan ik dan wel iets regelen, maar het is dus... als je van een liefhebberij kan spreken, dan is het dus een dure liefhebberij. Nou, hij geeft per maand dus zeker voor 100 gulden aan van die blaadjes uit. Kijk, dit soort... Kijk. En het is allemaal hetzelfde wat erin staat. Het is allemaal dit. Kijk, hier, nog zo één. Hier, in zijn stoel, nog één. Er staan vaak hele... Ik wou dat hij maar als flink naar de prostitutie ging of zo. Maar zelfs daar is meneer te schetterig voor. Dat hoeft niet, kok. Daar hoef ik niet naartoe. En harde porno van varkens tot en met honden en komkommers en zo. Die smerigheid, dat hoef ik ook niet. En waar het bij mij om gaat is alleen dat... Ja,
De vrouw. Dat trekt mij. Je hebt wel eens vrouwen op de radio dat ze seksueel tekort komen. Nou, als er eentje ruilen wil met mij... Nee, dan moet je eens 2, 3, 4 keer per dag samenleving met je mammel te hebben, zoals ik. Kok, kokkie. Of Bert. Kokkie. Schijt. Ben zo geil, kok. Ja, smeren maar een jaar. Kok, ben toch geen onmens? Toen we net getrouwd waren, toen dacht ik, nou, dat zakt wel af. Als ik 1 keer een beetje uitgezakt ben. Maar het wordt steeds erger. Maar het is toch lekker, we zijn al 15 jaar verder en het wordt steeds erger. Het is toch lekker, kok? Het is toch gezond? Je moet, er wel pap van. Je moet geholpen worden, eerlijk Bert. Je moet geholpen worden. Ja, waar? Wie? Die huisarts van ons, hè? Kom. Nou, die geeft dus alleen maar kamferpillen. Ga nou eens naar die dokter Kneemeijer. Kniesmeijer, dokter die Kniesmeijer. Die is daar specialist voor. Ja. Doe dat nou. Ja. Hé? Misschien moest ik het wel een keer doen. Zie je nou? Licht. Geel zijn is gezond zijn, zeg ik wel eens. Maar toch kan het een vrij lastige en moeilijke zaak zijn. Zelfs als je, zoals in het geval van meneer Van Kooten, eigenlijk niets anders doet dan alleen maar kijken. En wat wij hier nu doen, en daar komt het eigenlijk op neer, is dat ik er een knoop in leg. Als dat niet direct lukt, als de penis dus duidelijk te klein is... Dan, nou, in zo'n geval verleng ik hem een stukje. Tot het dan wel zal slagen. Maar ik geloof dat in dit geval... Nou, daar gaan er wel 2 in. Goed. U hoort veel spreken over sterilisatie en vasectomie. En noemt u maar op. Maar het is dus duidelijk dat dit met dit alles niets van doen heeft... Het is namelijk zo dat het mannelijk geslachtsdeel alle normale functies blijft vervullen. Alleen zal een erectie dus een onduldbare pijn doen. Het is ongeveer te vergelijken met wat de Revusalpil voor de alcoholist betekent. Mijn knoop moet voorlopig een jaar blijven zitten. In het begin is het wel moeilijk, want je vergeet hem steeds. Maar dan denk ik maar dat ik nou, voor het eerst, ook eens aan andere dingen kan gaan denken. Tropische vogels, modelvliegtuigbouw, Spaans. Want 30 jaar lang heb ik maar aan 1 ding gedacht. 30 jaar lang was ik geil. De knoop van dokter Kniesmeijer kan eindelijk een normaal mens van mij maken. Een man die in het openbaar zijn driften in de hand heeft als een vrouw. Zo'n echte man, die dokter Kneemeijer. Echt zo'n echte man. Ik heb nou eindelijk weer eens tijd voor een beetje te borduren. Ik ben nou met een clown bezig. Je
En het is allemaal de schuld van GroenLinks. Oh ja? Ja, oh. Die baardapen van de milieubeweging met hun housemuziek. Ja? Ja, die het geld voor onze dijken naar Afrika sturen. Ja, en waar ene meneer Boussac ervan in een gouden Mercedes kan rijden en dergelijke. Ik zie het toch zelf op televisie.